Hallo iedereen en welkom in deze video waarin dat ik een boodschap voor iemand ga vinden. Ik hoor Bobby zal terugkomen. Ik weet niet wie dat is. En laat alles voor even nu rusten. Het komt goed, het is zich allemaal in energetische vorm aan het uitwerken. En dus daar zal je binnenkort de resultaten van zien. Oké, dan gaan we zien wat de schaduwen zijn waar we nu doorheen moeten. Oké, ja. Het enige is het wel gerelateerd met hetgeen ik daarnet gezegd heb. Waarin dat je twijfelt dat hetgeen waar je nu over denkt, of dat je meer informatie of inzichten over wou, dat het wel tot een goed einde zal komen. En de grootste les die je hierin hebt, is eigenlijk de lessen van een duale wereld, waarin je voortdurend getrokken wordt tussen goed en kwaad, als het ware. En die innerlijke strijd heeft zodanige invloed op jouw emotionele welzijn, op je emotionele, hoe je je voelt en dergelijke, op je emoties gewoon, op je emotionele leven, dat de grootste les hier is om te leren emotionele controle te krijgen. Dus om bewust die gedachten ja, en angsten dus los te laten, vandaar dat ik moet voeren laten. Om die, hoe moet ik het gaan zeggen, die gedachten te kiezen over de situatie waar je of probleem waarin je bezig bent, die jou goed laten voelen. Kijk, wanneer dat komt over manifestatie, dan zijn de gedachten eigenlijk een uitvoerende, spelen ze die een uitvoerende rol in het hele proces. Het belangrijkste zijn de emoties, want emoties, dat is de energie erachter, de fuel, het vuur. Hè. Je zou het kunnen vergelijken, je auto, dat zijn je gedachten. Hè. Je gaat er maar in zitten, dat brengt je ook. Maar zolang dat er geen motor in zit, en meer nog, zolang dat er geen benzine of diesel in je auto, of niet opgeladen is als het elektrisch is, maar dat is, je snapt het wel. Dat zijn die emoties, dus die drijfveer, die drijfkracht, die ervoor zorgt, de stuwkracht. Dat zijn je emoties. Maar dus, als je dat, als je negatieve emoties ervaart, dan betekent dat eigenlijk dat hoe dat je denkt over de situatie, dat dat niet afgestemd is en alleen is met je ziel. Dus dan is het belangrijk om te gaan kijken van, oké, welke positieve gedachten of welke gedachten kan ik mezelf vertellen? Welk verhaal kan ik mezelf vertellen, zodanig dat ik mij wel positiever en beter en emotioneel meer in balans ga voelen? Ja, Valentie, dat voelt zo heftig, die emoties. Ja, dat klopt. Maar de heftigheid heeft niks te maken met of dat iets meer waar is of niet. De heftigheid heeft te maken met het feit hoe ver dat je van je waarheid weg bent. Dus hoe ver dat je van je pad afgeweken wordt. Je zou kunnen zeggen, als de zon, die warmtebron, hè, als die in het midden ligt en je gaat helemaal naar rechts of helemaal naar links, dus heel ver weg van je pad, dan ga je super koud voelen. En natuurlijk, hoe verder weg, hoe kouder het gaat voelen. Dat is hetzelfde met emoties. Dus leer die emotioneel te gaan controleren. Want in dit issue, over dit obstakel, het probleem waar je nu tegenaan loopt of je zorgen over maakt, heeft te maken met timing. Timing in die zin dat het belangrijk is dat je leert dus emotioneel onder controle te houden, je intuïtie open te houden, want het is via jouw intuïtie en je innerlijke leiding dat je meer informatie, meer inzichten gaat krijgen, nog en meer nog, luister naar de transmissie met de aquamarine vlam die overlaatst opgenomen en online gekomen is, want vanuit die intuïtie, vanuit je innerlijke leiding, ga je ook veel meer de wijsheid die jouw ziel in zich draagt, ga je die ook veel meer kunnen gaan integreren in jouw mind, dus in jouw mentale lichaam. Wat dat er gaat voor zorgen dat je veel meer ook balans en vrede gaat voelen in je emoties. En dus wanneer dat je zo'n boodschappen krijgt over de tijd is kritisch, de tijd is belangrijk, dan gaat het niet zozeer over van, ja, het is nu nog de tijd niet, ik moet wachten, ik moet nog 6 maanden wachten bijvoorbeeld. Het gaat erover dat
jouw frequentie nog niet in resonantie is, niet in overeenstemming, niet op dezelfde frequentie is als de frequentie van je wens of van de oplossing of van de eerstvolgende stap. Dus dat is wat je op dit moment te doen hebt. Meer nog dan te gaan kijken van wat het er allemaal verkeerd gaat. Ja, channel your knowledge, critical judgment. Dus kijk waar dat je oordeel hebt over jezelf. Kijk waar je boos bent op jezelf. Kijk waar je boos bent op een ander. Kijk wat dat er allemaal is die zich speelt rond dat ganse stuk in emoties en in gedachten. En kijk dan ook welk gedrag dat je stelt. Want dit wat je nu tegenaan loopt, is een hele belangrijke les in het leren meester worden van dualiteit. Want daarin, dat stuk wat je nu gaat gaan doen, of waar je mee bezig bent, ga je lichtcodes activeren. Dus van zodra dat je dan inzichten krijgt vanuit die hogere leiding, vanuit die verbinding met je ziel, hoe meer dat je de schaduwen in jezelf bewuster gaat gaan worden en dus in het licht zal brengen, waardoor dat niet dus is dat je helemaal in het licht gaat zijn. Nee, het gaat erover. Leven vanuit eenheid betekent dat je de keuzes die je maakt niet meer laat leiden door de dualiteit die er is. Want schaduw en licht zullen altijd er samen aanwezig zijn. Want je kunt geen licht ervaren zonder de schaduw of omgekeerd. Dus door je te focussen op een oplossing, op het beter voelen, op je passie voor het leven, op wat dan ook, iets dat je goed laat voelen, dat je, al is dat je begint met het tevreden zijn, dankbaar zijn, wat dan ook, dat gaat ervoor zorgen dat die passie in jezelf weer gaat ontvlammen en je op die manier ook weer een stukje verder kan. Wat extra boodschappen hebben we nog? Ja, ga eens wat vaker naar buiten. Je hebt deze situatie geschapen, dus gecreëerd, en je hebt de kracht om hem te veranderen. Dat klopt ook, want alles in jouw situatie, alles wat je ervaart, is een weerspiegeling van waar je bent in jouw energie. En heb vertrouwen. En dat is een kaart van Aartsengel Michaël met zijn zwaard en zijn schild in de blauwe bal. Dus zegt mij ook dat het belangrijk is om op te komen voor jezelf, maar vanuit een respectvolle situatie, om grenzen te stellen. Om de tijd te nemen door naar buiten te gaan, met de natuur te verbinden, dan ga je eigenlijk ontspannen. Ga je een stukje leren gewoon te zijn. En ga je zien dat de natuur ook zijn eigen proces geeft, zijn eigen flow. En dan krijg je ook kaart Let It Go, met een hart met een strikje er rond gemaakt door twee kolibries. Die ook tonen dat het altijd gaat over het omarmen van je eigen hart, het omarmen van jezelf, die zelfliefde, zelfvertrouwen. Jij bent een weerspiegeling van het grotere geheel. Jij bent die ene waterdruppel in die oceaan. Maar als jij iets beweegt en doet, dan heeft dat invloed ook op de rest. Andere kaart, smokes and mirrors, maar omgekeerd, waardoor dat inderdaad op dit moment nog allemaal wat mistig is voor jou. En dat komt doordat er geen volledige verbinding is tussen je lichaam en je ziel. Er is een afsplitsing tussen beiden. En dan krijgen we ook nog de storyteller. Jij hebt de sleutel tot jouw eigen oplossing, tot jouw eigen leven. Jij vertelt jezelf welke ervaringen jij wilt. Je moet er eens op letten hoeveel vaak mensen die zeggen, goh, ja, dat gaat zeker nog een ganse tijd duren. Dat kan niet anders dan dat dat onmiddellijk opgelost is. Let op, dat weet je niet. Maar als je natuurlijk die intentie zet en die overtuiging hebt, en er zit er heel veel emotie achter, waar je er 100% zeker van bent, ja, dan kan het universum en jouw team ook niks vroeger brengen. Dan kan het niet anders dan doen wat dat jij zegt en denkt. Dus let op met wat je zegt en wat je denkt. Schrijf alles op. Zet je intenties. Zeker als er verwardheid is, als je niet goed weet waar dat de emoties zijn, voelt, waar dat er gaande is. Schrijf het op. Niet iedereen heeft zo'n rechtstreeks kanaal zoals dat ik heb. En dat snap ik ook. Dat is ook niet de bedoeling, want we zijn hier ook allemaal om het op een andere manier te ervaren. Maar zorg er dan ook voor dat je niet. Dat je één leert de signalen van je lichaam. Dus dat je eigenlijk leert je lichaam als een barometer gaan gebruiken. Omdat je dan pas op een zuivere manier gaat kunnen je lichaam guiden. Dus je lichaam
zo gebruiken om je koers verder uit te stippelen en te zetten. Dat je weet van, oké, ik heb die keuze gemaakt, ik zie de signalen van het universum en ik ga daar naar luisteren. Dus eer en respecteer ook die hooggevoeligheid die je hebt. Want het is een geschenk, niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Want hoe meer dat iedereen vanuit die